De openbare school in het dorp Bana Fokondre is sinds vorig jaar niet opnieuw opengesteld. Dit dorp ligt in het district Brokopondo in de omgeving van het Stuwmeer. Kapitein Armand Bana Fo vertelt aan onze nieuwsdienst dat de dorpsbewoners in het gebied heel veel last ondervinden van de situatie. Schoolgaanden moeten nu kilometers afreizen om andere scholen, nota bene, in andere dorpen te bezoeken. De dorpelingen wachten nu op de overheid voor hulp. Ja, maar die noodtoelaai. Dus ik heb drie bigi noten staan. Ik schrijf me een paar, ik doe een pot naar radio, maar een jepi. Dus die is pas in de wang. En we scoren op, we scoren bij de pemeta naar het dorp, bijna voor en draad naar Brun, ze schrijft naar VP, we maken aan een nieuwe vader VP, dus we maken wel daar aan een opo. Ja, daar ja, soms daar scoren opo, kan je wel noemen, daar scoren dat voor elkaar dan. Bakker je bar naar de juffrouw, dus nou alles aan die website, daar scoren dat kon tapo. En nou, we kon doen mensen aan, als scoren moest opo, dus al elektriciteit, nog weer door naar scoren. EBS, ik aan een EBS, ik ben kwijt, ik ben actie, ik ben kwijt, ik ben kwijt, ik ben dat we kunnen foto we kunnen benko is dat we lopen de paal dekba dat benko is kostbaar rond dat na jammer sport de paal dat we doen alle de standaard dekba maar tangen nu benko is nog komen horen voor kon Bana Fo heeft samen met andere leden van het traditioneel gezag aan de bel getrokken. Het antwoord is nul op het request. Ook de woningen van de leerkrachten worden niet meer gebruikt. Ik heb juist nooit naar boven de afgoed naar water naar scoren. Dat nou een gevaar die we gismat, want dat je af op omhoog voor de materialitas binnen naar dorp draf ik gaan scoren. Daar is juist die taak mopo, daar lang lang ik gewoon een taak mopo raf ik nu af wacht te lek den tras scoren of kink mopo naar scoren. Voor de sakakobaka, dat nou af de noot. Atrawa bakasa. Mais si lek ma begin out to do since yar tengwa mi fos mi kongoro dana boroko pone we mek papira sani traction nga desandati mana ma pistef ko don tapo da de ko sa fin petit so gino tapo we gona choni pi ka mek ay tresel national tait verklaring ma de entra tapo yi mus pro ici na nga ma acte en famille fi de def pour moi ou frais de acte da yaf ko na boroko pondo de na boroko pondo sen ha da no fi ko pona permettre na bataliba pitek wagi kona foto da yaf ko suku pre sirbi na ma family few da mantin da yaf kap high fire door na broko pond of go make ma act di you must fight faithful. De kapitein geeft verder aan dat mensen van het gebied Bana Fokondre en omstreken letterlijk ruim 2000 SRD aan kosten moeten ophoesten om een simpele uittreksel van 5 SRD te kunnen maken. Hij zegt dat hij al contact heeft gemaakt met de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, maar verzoekt de overheid tegelijkertijd om sneller in te spelen op de situatie.